U luistert naar Business Club Radio. En ik heb uh, bij mij als gast John van Haar van Arbe Opleidingscentrum. Uh, met hoofdvestiging in Ede. Ja, klopt. klopt. En uh, waar zitten al die andere vestigingen? Oh, dan moet ik ze allemaal even opnoemen. Dat is Drachten, Zwolle, Hengelo, Eindhoven, Venray, Gorkum, Almere, Soetermeer. En dan uiteraard de hoofdvestiging Ede, waar wij ook... Uh, Kussussen verzorgen. Geweldig. Um, maar je hebt dus op een gegeven moment de switch gemaakt, vertel je, van uh, verhuur naar opleidingen. Ja, klopt. Uh, klopt. Dat, was, dat was, neem ik aan, best wel lastig. Dat klopt. In het begin denk je van nou, we doen twee dingen tegelijk. Dat, dat wordt wat uh, lastig. Ik stop met de verhuur en ik ga me volledig concentreren op, het, uh, op de opleidingen, op Arboopleidingscentrum. Um, met als gevolg eigenlijk dat we dus ontzettend snel gegroeid zijn. Dat was eigenlijk in, in niet de bedoeling. We dachten, nou, we houden het weer wat rustig. We kunnen het wat uh, makkelijker overzien. Maar je merkt dan toch, als je volledig je aandacht als ondernemer op één ding richt, dat dat ontzettend snel gaat. Ik heb hier wat uh, cijfers opgeschreven. We hadden een uh, omzet in 2015 van 500.000 euro met 4.000 cursisten die we hebben opgeleid. In 2016 was dat eigenlijk al een miljoen en 8.000 cursisten. Dus er was al een verdubbeling binnen een jaar tijd. Voor dit jaar zijn, gaan we zelfs doorgroeien naar de uh, 12.000 cursisten... Op dit moment zijn wij ook marktleider voor de heftruck- en hoogwerkenopleidingen middels de open inschrijving. Heb je ze dus bijna in drie jaar voor elkaar gekregen? In drie jaar voor elkaar gekregen. Dat komt eigenlijk ook omdat wij um, de prijzen betaalbaar hebben gemaakt. Je moet eigenlijk zien dat wij met, met ons bedrijf um, een beetje de, de easy ten opzichte van de KLM zijn. Mm -hmm. Dus ik weet niet helemaal of ik dat zo. Uh... Nee, 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 maar de, ik begrijp het wel, maar we mogen geen namen noemen. Ja, dus, dus de, de monopoliemarkt, laat ik ja. het even anders omschrijven, hebben wij weten te doorbreken. Ja. He, er waren monopolisten die, die ook landelijk de cursussen aanbieden. tegen een, een behoorlijk hoge prijs. En dat hebben wij kunnen doorbreken door, ons, door een andere prijsstelling daar aan te hangen. Ook omdat wij ons 100% richten op uh, onze eigen cursussen. Ja, 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 en wie maakt die cursussen? De, het cursusaanbod maak ik zelf. Daar ben ik zelf verantwoordelijk voor. Inmiddels heb ik natuurlijk een, een team van specialisten om me heen verzameld ja. intern en extern die mij meehelpen om het cursusbod constant uit te breiden. Ja. Jammer genoeg, ook door de ongevallen en bijna ongevallen moeten wij ons cursusmateriaal uh, wekelijks aanpassen. Om de nieuwe, dingen erin, aan om de te nieuwe dingen erin te verwerken. Het is heel ja. vervelend, maar dat geeft ons eigenlijk weer lesmateriaal om de nieuwe cursisten weer beter de weg op te sturen. Ja, dat is eigenlijk triest. Ja, 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 ja. dat is heel vervelend. Dat, uh... Nou, goed gedaan zou ik ze zo zeggen. We gaan uh, zo direct even verder praten. Maar we luisteren eerst naar uh, Paul de Leeuw met Ik heb je lief.